Nou, vooraf wisten we niet helemaal hoe we MVV konden inschatten. Dat ze goed bezig zijn, dat was duidelijk. Maar het viel allemaal best wel mee met de moeilijkheidsgraad deze avond. Ja, klopt. Omdat we gewoon goed waren vanavond. We waren ook een beetje op zoek naar een succesmomentje om weer eens een wedstrijdje te winnen. Wat andere jongens erop gezet. We toch in de breedte wel wat jongens hebben dat je denkt van met potentie. En die waren er ook klaar voor om te spelen. Ja, nou, achteraf is het allemaal uitstekend aangepakt. Ja, en is dat dan inderdaad die ervaring die je in die eerste maanden van de Eredivisie hebt opgebouwd? Ja, die zag ik wel terug. Die is zelf zeker. Tempo lag hoog, balvast, veel diepte, veel creativiteit, effectief voor de goal. Dus dat was echt wel genieten, moet ik zeggen. Ja, want we gaan zo langzamerhand de echte Lamproe ook zien. Ja, voor het eerst die start. En je ziet een hele mooie creatieve speler met individuele actie. Dus eindelijk is 90 minuten kunnen spelen. Dus ik hoop hier vandaan dat hij me vol doortrekt. Ja, want hij is niet de enige. Er zijn meer jongens die later binnenkwamen. Waarvan je zei, ja, die moeten gewoon eerst, ja. Eerst dat niveau aantikken. Zit dat daar langzamerhand voor die jongens allemaal aan te komen? Nou ja, ik moet zeggen, Norbert Alblas maakt een prima indruk als keeper. Dat heeft hij al vanaf het begin gedaan op trainingen, dus vandaar dat ik hem ook liet spelen vandaag. Adrien Fijn heeft wat moeite gehad, hebben een aantal wedstrijden gespeeld. We vonden vandaag wel erg goed spelen, dus die is ook fitter en beter aan het worden. Markelo ontwikkeling is best wel goed, dus dat gaat wel inderdaad de goede kant op een aantal jongens. Ja. Ja, en is dat dan de reden dat je juist vanavond die jongens speeltijd geeft? Ja, zeker. Want ik ben niet zo van het wisselen eigenlijk. Ook niet van een tweede keeper opstellen. Maar ik vond gewoon dat, en wat er gevraagd wordt in de Eredivisie elke week, dat die jongens op het randje zitten. Serrano wou ik eigenlijk niet laten spelen, want de reden waar ik aan het spelen, die gaf eigenlijk na een half uur al training. Ik zit er helemaal doorheen. Ja, dus dat en dat is ook logisch als je ziet wat die vandaan komt. Dus het was een combi van en jongens aan de deur aan het kloppen, maar ook een combi van fysieke gesteldheid. Ja, als je het dan zo uitpakt, dan is het win-win voor iedereen. Ja, dat opzicht is wel schrikken dat Nathan er... Ja, zeker, want ik wil hem eigenlijk helemaal niet laten spelen. Omdat ik heb maar één echte linksback en dan wil je hem sparen. Maar omdat Serra eraf moest, moesten we daar wel handelen. Ja, het zag er vrij wel heftig uit. Zoals je net al zag, een vrij dik oog, maar hij zegt dat het goed komt, dus we gaan het zien. Geen paniek voor zondag nog? Ja, dat is te hopen. Dat weet je natuurlijk nooit met de hoofd. Daar wordt natuurlijk altijd heel voorzichtig mee gedaan. Zoals nu met Redouan, lichte hersenschudding en terecht. Daar zijn doktoren heel voorzichtig. Dus hopelijk wordt hij morgen wakker en valt het echt mee. Ja, je houdt van het bekernoot, dus dan is het lekker om weer door te zijn. Al een voorkeur voor een loting of is het daar nog iets te vroeg voor? Nou ja, amateurs thuis. Ja hoor, gewoon laat me doorkomen. Dus zo makkelijk mogelijk liefst op papier. Dan, ik wil graag door. Is leuk beker, dus je ziet het. We hebben een wat brede selectie, dus dat is alleen maar goed voor de selectie om wedstrijden op niveau te spelen. Ja, voor het zover is, krijgen we eerst AZ op bezoek hier. Dat wordt weer een hele andere wedstrijd waarschijnlijk. Ja, goede ploeg. Ik ben twee weken geleden geweest Utrecht AZ. Een hele stabiele ploeg, vast aan de bal, goed georganiseerd. Nou, in vorm natuurlijk. Dus we moeten goed zijn. Maar thuis hebben we altijd kans. En een aantal jongens hebben laten zien vandaag dat we... ook heel makkelijk kansen kunnen creëren en kunnen scoren. Zeker nu als ik al terug is, Lamproe. Casus maakt een prima indruk. Dus wat dat betreft hebben we wel wat munitie om hopelijk AZ een beetje pijn te doen.